Hallo. Welkom bij OJTV. Yay. Hallo! Welkom bij een nieuw seizoen OJTV! Hartstikke wij welkom! Wij zijn er ook weer bij! Ja, Gassie! Ja, en Gelly! Hey, maar vandaag zijn we hier aan het bos, ja. Omdat het ontzettend hard gewaaid heeft. Er is storm geweest! Ja, deze maand, vorige maand, ja. Zijn er bij jullie ook dakpannen af? Afgewaaid? Ja, bij ons wel, hoor. Echt waar? Ja. Nou, en daarom, het bos ziet er dus gewoon niet uit. Nee, we moeten opruimen. Dus wij gaan opruimen. Allemaal takjes en blaadjes en alles. Hallo. Waar is de GFT-bak? Heb je de GVT? GVT. GFT-bak. GFT-bak. Voor al die blaadjes en zo. Nou, we gaan gewoon even opruimen. We gaan daar opruimen. Berryman. Ja. Dat is echt vies hier. Ja, heel vies. En dan sta ik er recht in. Oh, heb jij de bak? Hallo? Nee, ik heb de bak niet. Ik kan er goed, hè? Nee, ik vind het wel heel goed. Dat was echt een ster. Een ster in Ja. Ik word helemaal enthousiast. Ja, ik zie het. Maar kijk nou, er zitten allemaal spetters op mijn panty. Oh, sorry. Kijk, zie je? Dat is niet de bedoeling, want er moet weer iemand wassen. Oh, dat doet je moeder wel. Oh ja, dat is misschien wel waar, ja. Hey, we zijn er weer. Hi! Oh, hallo! Hi! We gingen er eigenlijk iets doen. Ja, wat dan? Ja, we moesten er iets verzinnen. Had jij nog niks verzonnen dan? Nee, volgens mij hebben we nog niks bedacht. We moeten nog iets bedenken. Maar weet je wat? We hebben wel iets. Maar... Ik gully gai wai. Ja, die ja. En dat gaat over kinderen die dan iets vertellen over hun... Toneeldingetje toch? Die hadden toch iets met toneel of zo? Of nee, een hobby. Oh, een hobby. Een hobby. Die gaan een bijvoorbeeld bladharken. Bijvoorbeeld, ja. Of ja, weet ik veel, wat was er nog meer? Of bijvoorbeeld een plantje zaaien of een boompje zetten. Of gewoon een hobby wat jullie dus leuk vinden. Daar gaan we nou naar kijken, ja? Oh. Dan gaan we even verder met blaadjes. Ja, ik ga even door, hoor. Ja, dat doen we. Nou, doe het tot dadelijk, hè? Veel plezier. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Schudden. Snij boksen. Boksen. Omhoog. 5, 6. En dan opnieuw. En dan links. Sluit. En dan zingen ze overal op aarde is er feest. Ja? Dan gaan we zo dwars staan. Afrikaanse zingen. Hoi! Dan komt weer een stukje. Omhoog. Naar beneden. Armen omhoog. Kruisen. Kruisen. Dat is meteen het journaal. Het journaal is een lunch. Weet je nog? Lunch. Lunch. Ja? En wat is anders dan zij-sluit, hè? Zij-sluit is iets anders dan dat je doet. Lunch. Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd. En er wordt nu
muziek en dans gesignaleerd. Nou, we gaan. Jij kunt misschien wel iets leuks. Wat? Ja, weet ik veel wat we moeten gaan doen. Ik heb het hier hartstikke druk. We moeten wel iets bedenken natuurlijk, want volgende maand is het weer zo snel natuurlijk, hè? Nou, dan doe je toch iets. Ja, wat? Ja, weet ik veel. Weet je wat ik leuk, mij leuk lijkt? Wat? Om te zingen. Jij en zingen? Ja. Nou zeg. Nou, dan kan ik misschien... Misschien kunnen we veel beter toneel spelen. Nee, dat vind ik eigenlijk heel duf. Ik wil gewoon zingen. Nou, dan als ga jij nou toch volgende, zingen? Weet je wat? Ik ga volgende maand zingen en jij doet dan toneel spelen. Ja, dan doen we dus niet samen. We moeten toch... Hé! Hey.
Nice, goed, hè? Hé, hey, maar weet je wat? Wacht even, ik heb een idee. Testing, 1, 2, 3, testing. Hallo, hallo, ik ga doen interview, ja? Komt-ie. Dag, meneer De Gelly. Wat ga je volgende maand doen? Daar praten. Die is voor jou, praat nou. Doet hij het echt? Ja, hoor je dat niet? Toch een hark? Nee, dat is een micro. Nou, doe. Speel, jij wilt toch toneel spelen? Ja, ik ga toneel spelen. Oké. Okay. En Gertje wil zingen, maar dat kan niet, want ze kan niet goed zingen. Nou, ik stel de vragen. Ik vroeg dat helemaal niet aan jou. Ik vroeg hem... Oh, dit speelt heel goed toneel. Hij gaat toneel spelen en ik ga zingen. Ja? Nou, doet hij toneel... Welk toneelstukje ga je opvoeren? Ik doe een toneelstukje van... Nee, doet het niet. Je moet nou even hier praten. Nou, doe ik geen toneelstukje van... Nou, weet je wat? Het venster, ik zal het dan maar vertellen, want hij vertelde het toch niet. Ja, het venster, die heeft in de zomer, voor de zomervakantie, hebben ze een stukje gespeeld. Een heel mooi stukje van de groene knik. Kikker. Een kikker, wel iets over een kikker, maar een we kikker, weten het dingetje niet meer. Groen, maar dat zien jullie van groen boek. Van de Aboriginals toestand. Een verhaal van de Aboriginals. Dat vertelt dan, dat wordt mooi verteld. En dan hebben ze gefilmd, dat ja, toneelstukje. Dat wil ik ook. Hé, hey, hij doet het wel, hè? Ja, hij doet het zeker. Hé, hey, maar dat wil ik dan ook wel toch dan. Hé, hey, zullen we daar dan mee meedoen? Ja, dat is wel leuk. Dan kun je misschien toch zingen, Gert. Oh, nou, we zullen even kijken hoe het eruit ziet, hè? Volgens mij heel mooi. En dan gaan wij dat ook gewoon doen, aan ja? Aan het toneel. Oké, gaan we gauw kijken dan. De Droomtijd van Gulpilil is een boek met verhalen die voor Australische tv werden verteld door Gulpilil en 3 andere aboriginals. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië. Verhalen hebben in de cultuur van de aboriginals een veel grotere betekenis dan de sprookjes en vertellingen in andere culturen. Ze maken samen met de ceremonie en rituelen de hele cultuur uit. De aboriginals beschouwen zich als de afstammelingen van de wezens in deze verhalen. Ze werden door hun ouders onderwezen in de juiste manier van leven, omgaan met de aarde en de natuur. Het verhaal van Gurukmun de Kikker gaat over een hebberige kikker die zoveel van water hield dat hij het allemaal opdronk. Gurukmun de Kikker. Heel lang geleden, in de droomtijd, leefde daar eens een heel grote kikker, Gurukmun genaamd. Hij was wel de grootste kikker in het land. Zo groot dat hij bij elke sprong die hij maakte de aarde beefde. Gurukmun leefde niet in een rivier of kreek, omdat die niet groot genoeg waren. En bovendien hield hij ervan om op droog land rond te springen. Op een heel hete dag zaten alle dieren om een waterpoel heen. Ze zaten daar wat over de warme dag te kletsen, terwijl de kleintjes in het water speelden. Toen hoorden ze Gurukmuns. Terwijl hij op de poel kwam aanspringen. De dieren keken naar hem toen hij naast de poel neerplofte en begon te drinken. En hij dronk. En hij dronk zoveel tot al het water op was. Waar eens een mooie poel was geweest, was nu alleen nog maar een modderige plek. Daarna sprong Gurukmun weg op zoek naar een andere waterpoel. Eén poel was niet genoeg voor een enorme kikker als Gurukmun. En wat nog erger was, hij had vreselijke dorst. Hij sprong tot hij bij een rivier kwam en daar begon hij te drinken. Al gauw was al het water uit de rivier op. Hé,
Al gauw was al het water uit de rivier op. Roetmond wreef over zijn grote groene buik. Hij was nog steeds erg dorstig en daarom sprong hij naar de oceaan en begon te drinken. En hij dronk en hij dronk. Slurpte de oceaan leeg en terwijl hij dronk, werd zijn buik al groter en groter en groter. Toen al het water uit de oceaan op was, had Groetmoe nog steeds dorst. De dieren begonnen zich zorgen te maken. Groetmoe dronk al hun water op. En al gauw zou er niets meer over zijn. Ze keken toe hoe Groetmoen van een rivier naar een meer ging en dan weer naar een poel en alles opdronk. En hij hield niet op tot al het water van de wereld op was. Allemaal in zijn enorme grote groene buik. Toen hopte Groetmoen langzaam met al het water van het hele land in zijn buik naar de top van een hele grote berg. Daar zat hij over het droge, bruine land uit te kijken. De andere dieren begonnen zich toch wel zorgen te maken. Nu hadden ze niets te drinken en er was geen water voor de bomen en het gras. Groetmoen had het allemaal opgedronken. Wat moesten ze doen? De oerang-oetangs en de struisvogels zochten de wijze oude olifanten op en zeiden... Olifanten, er is geen water. Groetmoen heeft het allemaal. En als we het niet terugkrijgen, zullen we allemaal doodgaan. De olifanten trompetterden een grote vergadering bijeen. En alle dieren kwamen samen aan de voet van Groetmoens berg. De hanen vlogen naar Groetmoen toe om hem te vragen het water terug te geven. Kukeleku, kukeleku, Groetmoen, je hebt al dat water toch niet nodig? Wees niet zo hebberig, Groetmoen. Waarom wil je het water niet met ons allemaal delen? Maar Groetmoen zat er maar groot en dik en groen. Hij had al het water en was niet van plan om er iets van terug te geven. Hoe konden ze het water nu toch terugkrijgen? De orang-oetang stelde voor hem aan het schrikken te maken. Ze zeiden... Zullen we hem aan het schrikken maken? Misschien hoest hij dan al het water uit. Een van de orang-oetangs zei... Zullen we onder zijn neus kietelen? Dan niest hij misschien al het water eruit. Maar hoe moesten ze bij zijn neus komen? Het was een behoorlijk eind klimmen en waarschijnlijk kon hij nog goed tegen kietelen ook. Toen kregen de wijze oude olifanten een idee. Een van hen zegt... Als we hem eens aan het lachen maken. Als Groetmoen zou lachen, zou al het water er zeker uitgutsen. De dieren dachten erover na. Het was het beste idee en als ze niet gauw iets deden, dan zouden ze allemaal uitdrogen en doodgaan. Dat was dus voor elkaar. Ze zouden hem aan het lachen maken. De hanen mochten het eerst proberen. Zij zouden Groetmoen hun leukste moppen vertellen. Daar zou hij zeker om lachen. De hanen moesten er zelf altijd vreselijk om gieren. En ze vlogen gauw naar Groetmoen. Zeg Groetmoen, ken jij deze mop nog? Kukeleku, tok, tok, kukeleku. De hanen fladderden in het rond en schaterden het uit. Maar Groetmoen lachte niet. Hij zat er maar
met al het water in zijn grote, dikke buik. De struisvogels wilden het wel proberen. Wij zullen ons grappigste loopje maken. Dat zal hem zeker aan het lachen maken. De struisvogels stapten deftig op de kikker toe. Ze begonnen met statige, trotse passen te lopen. Kronkelden hun lange nekken van achter naar voren en lieten hun bruine ogen heen en weer rollen. De andere dieren vonden het erg leuk. De tranen rolden over hun wangen. Zelfs de struisvogels zelf begonnen te lachen. Maar Groepmoen lachte niet. Hij zat dan maar. Toen kreeg de kangoeroes een idee. Gekke sprongen, dat is het. We maken de gekste sprongen van het hele land. En ze hopten naar de kikker toe. Let op, kikker. Hier komen de gekste sprongen die je ooit gezien hebt. En de kangoeroes begonnen te springen. Zijwaartse sprongen. Kleine sprongetjes. Hele grote sprongen. En zelfs sprongen achteruit. Toen ze net een grote sprong aan het maken waren, bleef ze met de voeten in een gat haken en ze vielen plat in hun gezicht. De andere dieren brulden het uit van het lachen. De kangoeroes lagen er zo dwaas bij met hun gezicht in het stof, maar de kikker die lachte niet. De dieren wisten niet wat ze moesten doen. Misschien lachten kikkers wel helemaal niet. Wel, ja hoor. Wij hebben ze zien lachen. Iedere keer als het regent. En wij kunnen het weten. Het waren de katten. Ze kwamen helemaal naar voren gekronkeld. De orang-oetangs begonnen te giechelen. Wat valt er te lachen? Als iemand de bomen zou weghalen, zouden jullie dat heus niet zo leuk vinden. Wij zullen jullie eens laten zien hoe we deze kikker aan het lachen krijgen. En hij zal zo hard lachen dat al het water eruit komt. De katten slopen naar Groepmoen toe en ze begonnen te dansen. Het zag er zo dwaas uit, de dansende katten die probeerden te dansen als de brolga. Groepmoen keek naar de katten die aan het draaien en het slingeren, het kronkelen en het schuifelen waren. Ze krulden zich op en dan weer uit en wrongen zich in allerlei kleine bochten, helemaal in elkaar. Toen plotseling hielden ze op. Ze konden niet meer. De dieren barsten in lachen uit. De olifanten rolden in het stof van plezier. Die katten helemaal in de knoop. Het was het leukste wat ze ooit hadden gezien. En toen hoorde de dieren het. Een geweldig gorgelend geluid. Ze keken op en het bleek Groepmoen te zijn. Er kwam een enorme grijs op zijn grote groene gezicht. De katten probeerden om uit de knoop te komen en terwijl ze zo aan het worstelen waren, begon Groepmoen pas echt te lachen. Een enorme lach. En terwijl hij zo lachte, begon het water uit zijn enorme grote mond te stromen. En de katten zeiden: We hebben gelijk, hier komt ons water. En Groepmoen lachte zo hard dat al het water terugstroomde om de oceaan, de rivieren, de meren en de billabongs, de lagunes en de waterpoelen te vullen. De dieren holden naar de katten toe en hielpen hen uit de knoop.
En Geroekmoen, de hebberige kikker, sprong weg en is nooit meer gezien. Maar tot op de dag van vandaag bleven de aboriginals een bijzondere belangstelling voor kikkers hebben. Want zij kennen het verhaal van Geroekmoen uit de droomtijd. Miek, hou je vast aan de takken van de bomen. Miek, hou je vast aan de takken van de bomen. Je kunt helemaal niet zingen, jij. Wat? Je kunt helemaal niet zingen, jij. Ik kan best je zingen. Je zingt echt heel lelijk. Ik kan nog veel beter. Nou, zing jij dan. Miek, hou je vast aan de takken van de bomen. Wat doe jij? Ja, eigenlijk mooi. Oh, je vindt het helemaal niet mooi. Je staat echt een rotzakker, jij. Nou, ik vond er niks aan. Helemaal niet grappig. Hé, maar weet je wat? Ik ga toneel spelen. Ja, ga alleen. Jij maar zingen en dan ga ik toneel spelen. Oh, dan hebben we een ik musical. Ik ben een sterspeelster. Je kunt niet met z'n tweeën spelen. Wat? Dan moet je meer mensen toch voor hebben. Nou, dat vind ik helemaal niet grappig. Nou, dan weet je nog een leuke andere tip dan. Oh ja, dat gaan we doen. Wij gaan tips zoeken voor onszelf om te zoeken naar iets leuks wat wij allebei heel goed kunnen. Maar weet je wie hele leuke tips kan geven? Wie? Guido. Guido van de Ven? Ja, die kan dat. Ja, die gaat een programma presenteren van Tips voor Kids. Ja. Dus hij gaat zoeken voor jullie, voor en wij gaan tips. En wij gaan zoeken voor onszelf. Ja, dat gaan we doen. Ah! Voorzichtig. Kan jij helpen, vast? Hallo, dit is een nieuw programma-onderdeel. Het heet Tips voor Kids. Een nieuwe presentator, nieuw geluid, nieuw beeld. En een nieuw programma-onderdeel. Dat bestaat uit weetjes, ditjes, datjes, wat er voor jullie te doen is. We gaan kijken wat er is aan film, theatervoorstellingen. We gaan zo meteen kijken naar bijvoorbeeld Sinterklaasenmagazijn hier in Gemert. Wat daar allemaal te vinden is voor jullie. Wat leuk is, wat misschien iets minder leuk is. Dat is hetgeen wat er in dat nieuwe programma-onderdeel zit. Als jullie tips hebben voor ons, dan kan je ons schrijven, je kunt ons mailen, je kunt ons bellen. En het is het adres, dan moet Frank even die kant op, dan kan je het zo zien zo meteen. Lokale Omroep Gemert Bakel, Sint-Annestraat 60, 5421 KC in Gemert. Je mag bellen tijdens kantooruren 0492-366833 en e-mailen centraal@iae.nl. Goed, en dan gaan wij met z'n allen kijken naar Sinterklaasenmagazijn. Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Sinterklaas is weer in Nederland, dus we moeten eens gaan kijken wat er allemaal in de speelgoedwinkels te vinden is voor die goede Sint. Want die moet het hier gaan halen, dit is het magazijn. En we hebben er zo meteen nog eentje meer, we gaan even naar binnen. Een letter van banket. Oh, kom er eens kijken wat ik in. Nou, ik ga lekker in de glijbaan zitten hier. Jacqueline, vertel mij eens, wat is hier nou het meest populaire speelgoed? Waar loopt nou de Sint deze dagen recht naartoe? Ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen waar de Sint naartoe loopt. Het is heel breed waar er gekocht wordt. Er zijn natuurlijk wel enkele dingen die er een beetje uitschieten. Voor de meisjes is er natuurlijk K3. Daar is het helemaal eigenlijk de jaar. En ja, dat is al een tijdje aan de gang. En dat blijft eigenlijk heel goed doorlopen, ook voor Sinterklaas. En ja, knutselen natuurlijk ook voor meisjes. En poppen. De Barbie poppen, die gaan nog steeds goed. Ja, ik zeg al, heel breed wordt er gekocht. Kinderen vinden blijkbaar alles wel leuk. En wat is er voor de jongens? Ja, voor de jongens, als je dan kijkt naar de wat kleinere kinderen, dan is het Bob de Bouwer. Daar is van alles van. Je hebt er knutselspul van, maar je hebt er ook de autootjes natuurlijk van. De Hector, de tractor, Rolly, de stoomwals. En zo zijn er verschillende voertuigen. Verder voor jongens is natuurlijk Lego en Playmobil
ja, wat al jaren gekocht wordt en nog steeds heel goed loopt. Knex is voor jongens leuk. Ja, verder hebben we voor jongens ook wel, voor de wat grotere jongens, ook wel wat leukere technische dozen. We hebben een doos voor maak zelf een radio, een maak zelf een motor. We hebben een elektrodoos voor wat oudere kinderen. Dus ja, ook die groep, ja. Die doet het allemaal goed? Ja, loopt en dan, goed. En dan verder, ja, er zijn ook dingen die zijn misschien leuk geweest. Is er ook iets wat terug is gegaan of wat minder loopt? Wat iets minder loopt dit jaar is Action Man. Is toch nog wel goed. Ik bedoel, het wordt toch nog wel steeds verkocht. Maar ja, is wel iets minder als andere jaren. Dus iets minder in trek. Er staat hier wel lekker leuk dichtbij. Maar ja, het valt dus toch ja, enigszins ja, tegen, dat iets zeggen. Maar ja, het is minder. Het is gewoon minder. Want ze hebben nog steeds leuke dingen. En ieder jaar komen er toch weer nieuwe poppen uit met andere thema's. Ja, ik bedoel, het blijft wel. Het verkoopt nog steeds. Maar ja, in vergelijking met voorgaande jaren minder. Playmobil is de laatste jaren echt in opmars gekomen en is heel goed in trek bij de kinderen. Ze hebben ook, moet ik zeggen, veel nieuwe dingen op de markt gebracht. Waaronder bijvoorbeeld de supermarktserie. Ik heb hier een klein doosje ervan. Nou, dan weten we het voor hier. Weten we het wel wat er allemaal, wat Sinterklaas op zoek moet? Ja, nou, dat denk ik ook wel. Er is genoeg, dus Sinterklaas, die kan vooruit. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, bedankt. Dit moet hem zijn. Dit is patiënt nummer 2. We gaan hier kijken of hier dit magazijn ook wat leuke dingen heeft. En hier is Marieke. Marieke, jij weet alles van het meisjespeelgoed. Ja, dat zeggen ze wel. nou, het is nou op het moment is gewoon de Bretts. Dat is nou weer een nieuwe lijn. En ja, dat is gewoon heel veel verschil in die pop eigenlijk. En daar verwachten ze dat dit jaar echt een rage wordt. Is dat gebaseerd op, weet je, de Spice Girls of zo? Of moet ik het zien? Nee, dat verder niet. Ja, het is gewoon, ja, ik weet niet waar het op gebaseerd is, maar het is gewoon helemaal een nieuwe poppenlijn eigenlijk, als het ware. Vorig jaar hadden we de Betty Spaghetti en dit jaar is er eigenlijk de Bretts bijgekomen. Ja, het is wel weer een hele compleet andere pop, maar ja, het is een hele nieuwe lijn, dus aha, en verder, voor welke leeftijd is het nou? Vanaf 4 jaar is het eigenlijk, maar wij verkopen het ja, meestal voor vanaf 6. Ja, 4 zijn ze eigenlijk nog best wel jong, vind ik zelf ook, dus meestal 6 tot een jaar of 10, zoiets. Tot een jaar of 10 en dan hebben ze het wel een beetje gehad en ja, gaan ze wel anders doen. De een vindt dat wel mooi en de ander ja, weer niet. Die vindt het dan weer kinderachtig bij wijze van. Dus ja, dat is net ja, de leeftijd. Hè, heb je nog meer zo van of dit is het dan even, want ik zie hier nog Babyborn. Is dat jonger? Ja, dat kan ook voor die leeftijd. Dat loopt nou ook heel goed. Er is ook een nieuwe lijn ingekomen, de Babyborn Mini World. Dat zijn de kleinere poppetjes eigenlijk. En ja, dat is ook ongeveer wel voor die leeftijdscategorie eigenlijk. Ja, en anders zit je op de Barbies, hè. Dat zijn ook de... En dan hebben we de jongens nog, want die zijn er ook. Wat hebben jullie daar iets speciaals mee? Daar hebben we beneden. Daar hebben we de Metabots en de Power Rangers. Dat is nou ook echt een hele trend. Mm-hmm. En ja, het Action Man, dat is ook echt bij de jongens geliefd. Dus... Dan gaan wij kijken naar Action Man, maar die is... Dat is goed. Op naar Action Man. Want dan gaan we dus richting Action Man, Metabots en wat hebben we dan? Wild Guard. Vertel eens Marieke, wat is het nou allemaal hier? Nou, er zijn eigenlijk echt een beetje die robotfiguren. Er zijn ook, komt ook heel vaak op Fox Kids, dus ja, die kinderen die zien daar heel veel. En ja, daar is gewoon echt heel veel vraag naar op het moment. Ze vinden dat ook echt leuk, net met die Power Rangers kunnen ze ook... Oh, dat is de beroemde beruchte Action Man. Ja, dat is gewoon ook nog steeds echt een rage. Er wordt ook veel reclame voor gemaakt. Dus ja, die kinderen die willen dat toch ook altijd wel graag hebben voor Sinterklaas. Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint.
Wat we altijd al hebben willen weten, wat is de meest populaire site van de Gemelse jeugd? En we gaan het hier vragen. Vertel eens, wat is jouw populairste site op internet? Funnygames.nl. Ja, het is gewoon een hele leuke site. Veel verschillende spelletjes. En Ja, je hebt er heel veel spelletjes en allerlei soorten spelletjes en zo. Drie spelletjes. Ja. En op welke site is dat voor jou? Ja, ook. De Funny Games. Ja. Want net, we hebben ook ooit eens andere sites mee, maar dat zijn de enige waar jullie opkomen. Ja, en kidsplanet.com is wel leuk. En chatten, doen jullie dat ook? Ja, soms. Op TMF. Ja, op MSN, TMF. Soms. Goed, doe je er andere dingen op internet behalve op die site zitten of downloaden bijvoorbeeld? Dat is ook zoiets verboden, dus wat niet mag, maar doe je ook nog wel zoiets? Ja, op kaza.com. Ja, kaza. Ja? Ik ook op kaza. Er zijn er meer, hè? Of niet? Want die komen zelf niet meer zoveel op, maar... Ja, ik doe alleen op kaza eigenlijk. Voor de rest kan ik er niet echt heel. Goed, bedankt. Wat is jouw populairste site hier? www.foxkids.nl. Ja, ook hetzelfde. Waar kijk je nou naar als je daar zo op zit? Spelletjes en e-cards en zo. En jij? Ja, ook spelletjes. Vind ik altijd wel leuk. Zijn er nog andere dingen op die site waar jij zegt van wat leuk is? Chatten vind ik soms ook wel leuk. Ben je nou zo nog lang bezig met het chatten? Of is dat zomaar heel kort even? Ja, verschillend. Leuke contacten mee opgedaan? Ja, soms wel, ja. En komen ze dan ook een keer terug? Of zeg je van het is eenmalig en dan later tref je ze weer opnieuw? Of komt er een soort van, ja... Gewoon nooit verschillend. Gewoon als ik ze dan weer zie, dan zie ik ze en anders dan niet. Nou, dan heb ik nog een aantal leuke theater- en filmtips voor jullie. Bijvoorbeeld op woensdag 20 november. Dan is er een familie Sinterklaas voorstelling in Kuik. Dat speelt zich af vanaf 3 jaar. Dan mag je er al naartoe vanaf 2 uur 's middags. Je kunt naar Os toe gaan. Daar is een Sinterklaas concert in de Lievekamp. Dat is op zaterdag 23 november. 24 november zondag heb je Dirk Schelen en de Liedjesband met een kindervoorstelling. En dat is in Theater Markant. En op zaterdag 30 november de Sinterklaasvoorstelling Kijk eens wat ik durf in Boksmeer. En dan ook nog in Theater De Schalm in Veldhoven. Nijntje, de musical. En dat is 's middags te doen in de grote zaal daar. Nou goed, films hebben we dan ook nog. Pinkeltje in Plaza Futura. En dat is op zondag 23 november. En op woensdag de 27e, datzelfde pinkeltje. En Black Beauty, ook in Plaza Futura. En daar speelt dat pinkeltje zich ook nog af als je die 2 dagen niet kon. Op zondag de 24e november. Zaterdag de 30e november. Nabogi met Yvonne, prinses van Bourgondië. Nog een keer pinkeltje, het houdt niet op, op 30 november. Dan nog wat andere dingen. In de Hofnar en Valkenswaard zwavelstokjes kan je gaan kijken op 1 december. We gaan even terug in de tijd naar de Stadsschouwburg in Eindhoven, het Globe Theater. Daar ook dan speelt Yvonne, prinses van Bourgondië. Dat zijn de tips voor de theatervoorstellingen hier in de regio. Ik zit hier al klaar om te wachten op de voorstelling van Artemis op zondag 8 december om 3 uur 's middags. Nou, wat is dat voor een voorstelling? Dat gaat over 3 kinderen. Jonas, Jacob en Johan, en die zijn op de vlucht. Ze zijn een drieling, zijn 4 jaar en ze moeten naar school. Maar dat willen ze helemaal niet. Niet omdat ze geen nieuwe vriendjes willen of willen leren schrijven. Ze kennen zelfs het alfabet al helemaal uit hun hoofd. Maar omdat Jonas niet mee mag. En Jonas is namelijk een beetje anders. Hij is 17 dagen te vroeg geboren en toen ging er iets mis. Dan loopt hij wat moeilijk, hij praat wat langzaam, hij moet een beetje veel schudden. Maar, dat staat tegenover, dat hij treinen kan bouwen als de beste en hij kan boeren op commando. Dan hebben ze dus geen zin om naar de school te gaan, want Jonas mag niet mee. En dan hebben ze besloten om naar oom Kees in Groningen te gaan. En daar gaat dat verhaal over. Dan kunnen jullie hier naar komen kijken, hier in die Eendracht. Nogmaals, zondag 8 december om 3 uur. In het weekende voor kerstmis, we hebben het over 21 en 22 december, is hier in de Eendracht de Dag en Nacht van de Eendracht. Nou, dat is een programma voor volwassenen, maar voor de kinderen is er ook wat. En dat is op zaterdag 3 uur 's middags, komt de bekende kinderboekenschrijver Jacques Friens
met de muziek van Ernst Jans. En iets ouder onder ons, jullie ouders, die zullen wel weten dat hij bij Doema hoorde vroeger is. Die komt hier verhaaltjes vertellen. Het heet De Kikkerkoning en De 12 Broers. En als 's morgens vroeg, dan mag je weer terugkomen als je wilt op het pyjama-partijtje. Dat is om 9 uur 's morgens. Niet eten van tevoren, want dat mag je hier doen. Hier is beschuit, hier zijn eitjes, hier is van alles en nog wat te eten en te drinken. En de band krijgt kinderen, die komt jullie dan vermaken met muziek en andere dingetjes. En dat is dan 's morgens, nogmaals zondag, die 22 december, de weekend voor kerst, hier te doen in die Eendracht, het pyjama-partijtje. Goed, nog een tip om naartoe te gaan, maar dan moet je wel een eindje rijden, dat is naar Rotterdam. En dat is Wonderland, het is van de Koninklijke Bibliotheken. En het heet, je kunt het zien op internet als je wilt, op www.kb.nl/wonderland. En als je onthoudt kb.nl, dat is ook wel voldoende. En Wonderland is een spannende, gezellige familietentoonstelling over kinderboeken. Je kunt er reizen naar verre landen en vliegen naar de maan. En als jullie nog tips hebben, laat van ons horen. Jullie hebben ons adres. Aanstaande december, de derde zondag van december om 11 uur en om 5:30 in herhaling is er weer een nieuwe OJ TV. Tot ziens! Wil je een banaan of een sinaasappel? Mag ik kiezen? Ja? Dan wil ik de banaan. Hoef niet zo te klungelen met het loshalen van de schil. Dat is lekker. Dat jij eraan gedacht hebt. Je bent echt heel Nou, ik heb er best honger van gekregen, hè? Ja, dat vind ik ook. We hebben wel goed gewerkt, hè? Ja, zeker. Maar wat gaan we nou doen volgende... Gadverdamme, dat is zo vies! Dat is ook lekker. Wat gaan we nou doen volgende maand? Volgende maand... Ja, nou ja, je hebt toch leuke tips verzameld, Gessie? Ja, maar... Zo kan ik je niet verstaan. Niet met een volle mond. Wat? Doorslikken. Nou, ik weet niet wat we dus dan gaan doen, want we hebben wel tips verzameld, maar we hebben nog niks bedacht verder. Ik weet iets. We zeggen, het is volgende maand gewoon weer, en dan weten we vast wel wat we gaan doen. Volgende maand, dan is het derde zondag van december. 15 december. Dan is Sinterklaas al voorbij. Ja, en dan kunnen we kerstliedjes zingen. Dan kunnen wij kerstliedjes gaan zingen. Ja. Of jij bent de Maria en dan doe ik het Jezus ken ik. Nee, jij bent de baby. Ben ik toch Jezus? Ja, dan ben ik Maria. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, dat lukt niet. Nou, dan doen wij... Ja, dan gaan wij gewoon het kerststuk naspelen. Dat is stoer. Misschien. Ja, misschien. Nou ja, we zien wel. Zullen we dit gewoon opeten en daarheen lopen? Gewoon naar huis gaan vast? Ben je moe? Ja, ik heb het een beetje gehad hier in het bos. Moet je eens kijken. Volgens mij te regenen. Ja, daarom. Het wordt daar hartstikke slecht. Ik heb een poncho bij. Nou, weet je wat? We gaan eens opstaan. Ja. Lukt het? Oh, Michel, alles is vast. Ik mag hier toch wel de schil neergooien? Nee, want het duurt heel lang voordat hij vergaat in het bos. Oh. Dus je moet die schil moet je gewoon eventjes... Je moet, oh kijk, het begint al te regenen. Ja. Kom, we moeten rennen. Oh, wacht. Kom. Hebben jullie alles? Het is te regenen! Oh.